Goedemorgen mevrouw. Goedemorgen. Naast wie zit ik? Feikje Hetema. Mag ik Feikje zeggen? Ja hoor, dat is prima. Feikje, ik ben Gerben. Mijn eerste vraag is niet over het boek, maar mijn eerste vraag is, voor wie zijn vandaag de bloemen? Voor mijn zus. Die woont in Sneek. Ik ga een dagje naar Sneek. Leuk, je zus woont in Sneek. Ja. En wat gaan jullie doen vandaag? Nou, ik ga even bij haar een bakje koffie halen. En daarna ga ik zelf even de stad wat in. Ja. Alleen, denk ik. Want ja, gaat ze niet mee de stad? Nee, zij heeft haar eigen programma. Het is even onverwachts. Ik ben vandaag vrij, dus ik denk, ga even naar haar toe. Ja. Op visite. Ja. Nou, hartstikke leuk. Ze boft maar met zo'n zus. Mooi bos bloemen voor het weekend. Hey, en je bent vandaag vrij. Was je gisteren ook vrij? Nee, heb ik gewerkt. En wat deed je dan gisteren? In het ziekenhuis werk ik. In het MCL. MCL, ja, MCL zit tegenwoordig ook wat in Harlingen en zo, maar jij werkt dus in het ziekenhuis in Leeuwen? Ja. En wat doe je daar? Op de polycardiologie werk ik. Oké. Ja. En wat moet je daar precies doen? Ik doe eigenlijk voorbereidende onderzoeken voor de cardiologen. Mensen die hartproblemen hebben of klachten, onbegrepen klachten, die komen bij ons voor onderzoek. Het is wel een hele spannende afdeling, denk ik, hè? Het valt wel mee, hoor. Ja? Ja, dat valt wel mee. Wat voor boek lees je? Nou, dat heb ik nu net even gekocht hier bij de Bruna Boekwinkel. Vind ik altijd wel, ze schrijft altijd wel heel humoristisch. Dus vandaar even, denk even de tijd een beetje doden. Ja. Ja. Afvallen en opstaan. En wat is er met je duim? Nou, dan heb ik me gisteren gesneden, dus op mijn werk. Gesneden op je werk? Om een ongelukje. Dus gelijk naar de ongevallenpolie? Nee, dat kon ik zelf nog oplossen. Ja. Ja. Met een mesje of zo? Of, ja, een appelschilmesje. Ik was een sinaasappel aan het schillen. Dus vandaar. Nou ja, dan verwacht ik een heel spectaculair verhaal. Dat je Nee, het blijft niet bloeden. Dus ik moet steeds even opnieuw verbinden. Ja, ja, ja. Ja. Verwacht op zijn minst een incisie of zo, maar gewoon met een aardappelschilmesje en dat gebeurt dan op de polycardiologie. Even ongeluk, een ongelukje. Even dom, hè? Nou ja, kan iedereen gebeuren. Hey, lees lekker verder. Veel plezier met je zus vandaag en zet de bloemen niet te laat in het water. Nee, dat hebben ze me ook al gezegd. Ik zal erop denken. Bedankt voor het gesprek. Tot ziens.